Beloved Father, who dwells within the soul of my being, whose name is I Am. Veneration to your holy name. Thy kingdom is here. Thy will prevails throughout the earth, as it does in the heavenly realms of my soul. Satisfy the hunger of all living beings. You heal all hearts of sorrow, so that they in turn may show forgiveness to those whose minds are shrouded in ignorance of the sun. Goedemorgen allemaal. Maandagochtend. Ja, ik had besloten om de maandagochtenden gewoon weer live aanwezig te zijn zo voor de week. Maar volgende week ben ik er al niet. Ik ben op een soort persoonlijke kweste. Door zoveel dingen die er gebeuren. Ik ben het allemaal aan het opschrijven. Ik heb een dagboek over Twan die mijn licht heeft gezien en waar het op lijkt. En ik ga volgende week plotseling naar Glastonbury, waar van alles gebeurt. Maar wat ik nou zo bijzonder vond, is dat ik vanochtend om 4 uur 44 was ik al aan het schrijven. En ik kreeg het symbool van de roos. Het symbool van Maria Magdalena. En dat het symbool van haar de roos is, dat heb ik nooit geweten overigens. Dus ik ben dat gaan opzoeken. Maar het interessante is, ik dacht net voordat we starten, ik ga een kaartje trekken. En dat is van deze, van de Rumi Orakel. Het orakel. En raad eens wat ik trek. De roos van de goddelijke moeder. Dat is apart, hè? En het is zo mooi wat daar weer in staat. Dus wat ik zo interessant vind, is dat je in je meditaties of in je visualisaties krijg je ingevingen, je krijgt inspiraties. En direct daarna gaat de mind beginnen met is dit waar of zit ik alleen maar te fantaseren. En het interessante is dat het moment dat je dat denkt, kun je ook vragen om tekens. En dit is voor mij een heel duidelijk teken. Dat het klopt wat ik zag. En dat Maria Magdalena haar symbool ook de rode roos is. Dus ik vond het wel heel erg mooi om,
om jullie even een stukje hieruit voor te lezen. En vooral omdat het gecombineerd is met de prachtige gedichten van Rumi. Dus de hemelse roos van de moeder. De smaak van bitterheid wordt zoet in liefde. Het zoeken in het donker vindt het licht van het geloof dat wordt openbaard door liefde. Liefde transformeert distels in jasmijn. Liefde vormt de hemel en schenkt ons vleugels om op te stijgen in haar mysterie. Liefde transformeert al onze gedachten tot verlangens van ons hart. O liefde, hoe goddelijk is je verleiding. Schoonheid vloeit van je ongezien gezicht. Heel je wezen straalt van vreugde. Je manifesteert bonte kleuren in iedere bloem. Jouw aanraking betovert de hele schepping. Elk deeltje wordt door jou aangetrokken, verlangend één te worden en bij jou te wonen. Mooi is deze, hè? Ik zo prachtig. En het is zo mooi als je in die... Ik denk dat eigenlijk heel veel van jullie in die laatste maanden misschien ook wel op zo'n persoonlijke zoektocht of kwestie zijn gegaan. De testen die je voorgeworpen krijgt. In hoe reageer je vanuit je persoonlijkheid en hoe vanuit de ziel. Maar voor mij is het ook door dat er toch zoveel samenkomt. En in de verandering in mezelf de afgelopen 3 maanden. En wat er ook tegelijkertijd met jou gebeurt. Want ik weet dat er met heel veel mensen eigenlijk op dit moment van alles gebeurt. Het is echt alsof we klaar worden gestoomd voor die volgende fase. En ik zou het zo mooi vinden als je dat ook zou zien als jouw persoonlijke kwestie op dit moment in jouw zoektocht. En waar ik steeds meer achter kom, is hoe wij onder invloed staan van ook de aartsengelen, maar ook de grote wezens die hier op aarde al hebben geleefd. En hoe uit dat, zoals iemand dat vergeleek met de imme van een bijenkorf. Een imme, alles gaat tegelijk samen. Eigenlijk is dat één. Zoals een imme waarin we bewegen, waarin we ons laten leiden door dat licht. En ik vond het zo bijzonder. Ik was vanochtend natuurlijk aan het googlen nadat ik die roos symboliek kreeg. En wat ik zo ontzettend mooi vond, is dat zij, en daarin werd geschreven, is dat zij ook met de spirits kon spreken en ook mensen kon begeleiden naar de andere kant, naar de andere wereld. En dat triggert mij, omdat dat ook iets is wat ik doe. Is als mensen in hun laatste fase zijn, om ze te begeleiden. En eigenlijk doe je dat door in je gedachten naar ze toe te gaan en ze mee te nemen en de ongeziene wereld te laten zien. En er hebben zulke wonderbaarlijke dingen zijn daarmee gebeurd. Ik geloof dat ik al een keer zo'n verhaal heb verteld daarover. Dat je iemand meeneemt dan naar de andere kant. En hij zag toen zijn moeder en hij komt terug. En zijn dochter belt mij en zegt, goh, wat apart. Hij is even bijgekomen en hij zegt, ik moet de groeten doen, wil je de groeten doen aan Bonnie? En dat is natuurlijk echt iets heel aparts. Voor mij was dat het eerste extreem duidelijke bewijs dat je daadwerkelijk ook echt iemand meeneemt. Want er blijft, ook bij mij, altijd dat stukje, is het waar of slaat mijn fantasie op hol? En ook bij mij. En nu ook in mijn persoonlijke zoektocht in wat gebeurt er. En weet je, iemand die zo duidelijk opeens jouw licht kan zien zoals je elkaar kan zien.
En daarmee zoveel wakker maakt en zoveel herkenning geeft. En zoveel, oké, nu begrijp ik dit en nu begrijp ik dat. En het is zo mooi om dat te onderzoeken en tegelijkertijd is je mind gooit van allerlei dingen op de weg. Of doet het lacherig af. Of schiet in angst of onzekerheid. Of wat zullen mensen dan niet van je denken. En dan juist die vragen om tekens. Mag ik een teken ontvangen? En die krijg je. Net zoals ik vanochtend het beeld van de roos zie. En daarna deze kaart trek van de hemelse roos. Hoe mooi is dat? En dat zijn zulke prachtige dingen. Waar je in je leven op mag letten. Let jij in je leven op de tekens die je krijgt. De wegwijzers om te ontdekken de grootsheid van jouw eigen ziel. En ook al die momenten dat je mensen ontmoet en denkt, hey, ik herken jou ergens van. Ik ben persoonlijk echt dan heel erg nieuwsgierig. Hoe zit dat? En waar ken ik je dan van? En hoe komt dat tot uiting? En wat ik nu steeds meer voel. En ik denk dat ik toch jullie daar ook over ga. Dat ik ga schrijven. Ik ben al aan het schrijven, maar dat ik het ga delen. Laat ik het zo zeggen. Want het is echt een spannende reis. De afgelopen maanden in meditaties, in wat er gebeurt. En ik verheug me waanzinnig om zaterdag naar Glastonbury te gaan en daar een week te zitten. Om die magie te voelen. En als je voor jezelf, wat ik je eigenlijk zou willen vragen, is ook om jouw leven in waar je nu staat is te zien als dat goddelijk pad of die reis van de held. Of dat je de tekens opschrijft. Want ik heb nu met mijn healteam, hadden we het er ook over. Er gebeurt zo ongelooflijk veel in zo'n korte tijd. Hoe belangrijk het is om het op te schrijven. Omdat je het gewoon, je mist het anders. En hoe prachtig. Hoe prachtig om al die tekens die je ontvangt op te schrijven. Maar ook daarin te voelen. Daar gaat het om. Hoe prachtig je wordt begeleid. En we worden heel erg begeleid. En we worden begeleid juist in deze tijd, omdat het dat kantelpunt kan zijn. Waarin ook steeds meer die vrouwelijke energie zich manifesteert en mag zijn op aarde. Het is er altijd, maar er zit altijd nog een onderdrukking in. Maar dat die er nog meer mag zijn vanuit ons allemaal eigenlijk. Dus dat is eigenlijk wat ik met jullie wilde delen. Is ga schrijven zelf. Ga het opschrijven. Ontvang eens de tekens en vraag. En ik ga jullie volgende week, zal ik jullie op de hoogte houden van de Glastonbury Week. Ik weet dus niet precies wanneer ik dan live ben. Aanstaande zondag en de zondag daarna ben ik er nog niet. Dus dan is er geen zondagcirkel. Maar ik vond het ook wel mooi gisteren in wat er eigenlijk geïnspireerd ook kwam. Ook over liefde. Eigenlijk hetzelfde wat dit gedicht ook zegt. Er zijn eigenlijk altijd maar twee antwoorden op een vraag. Dat is of angst of liefde. Dat zijn eigenlijk de twee antwoorden. En dat kun je in ongelooflijk veel verschillende variaties. Kan je dat vertellen, zeggen, opschrijven, noemen. Maar als je echt bekijkt op aarde, dan zie je dat het of angst is waar we voor kiezen. Of liefde. En dat is hetzelfde in wat zich aangaven. Dat in die stilte je twee wegen kunt lopen. De weg van de aanwezigheid van de liefde. En de weg van het denken waar de angst wordt gecreëerd.
Ik heb aanstaande donderdagavond hebben we nog de satsang. Vanaf 8 uur via Zoom. Dus die moet je bestellen via de website. Hij was vorige keer heel erg mooi, vond ik hem. En prachtig in hoe dat wat moet ontstaan ook ontstaat. En hoe je elkaar enorm ook kunt herinneren aan het licht wat je al bent. Het is grappig, zit de hele tijd in mijn hoofd. De nieuwe religie, weet je, zonder religie, de nieuwe religie. Die vrouwelijke energie van liefde. En bij religie en God gaat altijd iedereen aan. Ik niet, ik ben namelijk nooit op die manier opgevoed. Maar ik heb wel altijd gevoeld en geweten. Dat vind ik zo grappig. Ik weet al dat ik wel eens dan teksten kreeg of soms dan naar de kerk moest. En dacht, dat komt helemaal niet overeen. Met wat ik voel of wat ik als kind al wist. En als we al die laagjes weghalen van al die geloven en religies, dan komen we eigenlijk ook weer op één punt uit. En dat is liefde en dat is God. Dat is waar we weer op uitkomen. Ik wens je een hele fijne dag. Fijn om weer even samen te zijn. En wat ik je wil vragen, die komt nu, is om even je ogen dicht te doen. En je handen te openen om te ontvangen. En ontvang eens die hemelse roos van de goddelijke moeder. En breng hem met je handen, breng hem naar je hart. Leg je handen op je hart. En voel die prachtige roos in het hart, in het spirituele hart van jou. En voel eens wat dat met je doet. En hoe dat voelt. Voel hoe vanuit die hemelse roos, die goddelijke liefde van de moeder, stroomt door je hele lichaam. Kan je haar zachtheid voelen? En ook de helende energie die daarin ligt. Dank jullie wel. En ik zie jullie misschien ergens een keer live vanuit Glastonbury en anders weer over 2 weken. En koester de roos in je eigen hart. Dankjewel.